ik heb wat vragen over zonnepanelen. Ik ben namelijk heel nieuwsgierig of dat voor mij interessant is. Ja, ik denk dat het zeker interessant is om met zonnepanelen aan de gang te gaan. Ja, waar heeft dat mee te maken? Je ziet dat de prijzen van de zonnepanelen laag zijn. Je ziet dat er ook in de landbouw met name allerlei regelingen zijn, waardoor het voor ondernemers interessant is om echt te gaan rekenen van, kan het bij mij uit? Denk aan de fiscale voordelen die eraan zitten, versnelde afschrijftermijnen. Denk aan de energieopbrengst die je van zonnepanelen hebt. En met name ook in combinatie eventueel met het vervangen van je asbestdak, dan zie je dat er situaties zijn op bedrijfsniveau dat het zeker te overwegen is om met zonnepanelen aan de slag te gaan. Ja. En praktisch gezien, moet ik daar maar ergens rekening mee houden? Er komen natuurlijk een aantal zaken bij kijken. Ja, praktisch is het belangrijkste, heb ik een geschikt dak. Ja, geschikt dak, dan heb je te maken met een dakhelling. 20 tot 35 graden, dat is de hellingshoek, dus dat de zon er goed op staat. Dan is het dak gericht naar het zuiden, zuidwesten. En heeft het geen last van schaduw, want schaduw is heel snel een beperkende factor. Ja, op welke manier helpt zet LTO daarbij? Nou, we proberen in ieder geval de leden te ontzorgen dat ze vrij snel de juiste informatie hebben of het voor hun wel of niet interessant is. Nou, dat kan onder andere door bij ons op de site te kijken naar de energiescan. Door de juiste gegevens in te toetsen heeft een ondernemer snel een beeld van of zonnepanelen wel of niet interessant zijn. Ja. En naar aanleiding van die scan kan hij met ons contact opnemen en kunnen we dan nog even doorspreken. Okay. We hebben dus eigenlijk ook wel diverse ondernemers die daar gebruik van maken. En ja, misschien is het wel slim en ook informatief om een keer bij zo iemand op bedrijfsbezoek te gaan. En gewoon te zien hoe dat in de praktijk aan toe gaat. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik ben op zoek naar Peter Verschuren. Dat komt wel, want daar ben ik. Ah, kijk, goedemiddag. Hoi. Peter, ik heb namelijk vragen over zonnepanelen, of dat voor mij ook interessant is. En ik ben eigenlijk hier naartoe doorgestuurd, omdat jij daar maar iets meer over kunt vertellen. Dat klopt. Wij hebben sinds juli ons dak vol liggen met zonnepanelen. En dan bedoel ik dus het dak van de bedrijfshal. Je ziet hier eigenlijk de omvormers van de zonnepanelen. Die vormen als het ware de stroom om die de zonnepanelen produceren naar stroom die geschikt is om op het net te leveren. Een flinke installatie, ja. Ja, dus je hebt zeg maar hier de productie. Ja. De productie gaat eerst zeg maar via deze kast, gaat die zeg maar naar onze eigen meterkast en zo pakken we zeg maar meteen wat we zelf nodig hebben. Ja. En wat we niet nodig hebben gaat dus via dat kastje dan weer via die leiding weer terug op het net. Oké. En het is voor ons rendement eigenlijk heel belangrijk dat we zoveel mogelijk stroom direct zelf weer afnemen. De dagopbrengst is op dit moment 160 kWh. En de totale opbrengst tot nu toe die is 28,6 MWh. Maar het hele dak ligt hier helemaal vol met zonnepanelen. Ja, aan deze kant wel. Hè? Dus je hebt zeg maar de oude hal, die dus iets lager is en die kun je nou ook niet zo goed zien dus. Die staat er eigenlijk achter en daar liggen maar twee rijen panelen op. En die is ook weer kleiner. Dus er zijn er ook minder. En waarom liggen daar maar twee rijen panelen op? Vanwege de schaduwwerking zeg maar, van deze hal. Dus de zon staat nou aan die kant. Ja. En die staat dan zeg maar die onderkant zeg maar, van de andere dak. Die wordt als het ware niet voldoende belicht. En je merkt zeg maar, heel snel als je schaduw hebt dat je dan nog minder productie hebt. Oké, dus dat is wel echt iets waar je rekening mee moet houden. Ja. Dus zeg maar, dat zijn eigenlijk ook heel wezenlijke onderdelen. Kijk, als je een dak hebt op het zuiden en je hebt geen schaduw, dan kan ik me niet voorstellen dat het niet rendabel is. Ja. Je moet gewoon eigenlijk kijken, heel simpel gezegd, wat kost het nou op jaarbasis? Of wat ben je nu op jaarbasis kwijt aan stroom? En wat ben je zeg maar kwijt als je dus je stroomvoorziening met zonnepanelen gaat inrichten? En dan kom je altijd goede kop eruit. Ja, plus dat er dan nog het voordeel bij komt dat je dus voor je stroomvoorziening onafhankelijk bent van allerlei andere toestanden. Kijk, je weet nooit wat er gaat gebeuren. En ik weet niet dat je daar die centrale druk op kan zetten. En aan die rookpluim kan je al zien dat het toch iets heel anders is dan dit. Op dit moment zou jij in ieder geval zeggen van mensen beginnen gaan.
Ja, nou goed, iedereen moet het voor zichzelf natuurlijk uitmaken. Ik zie geen beletsel om het niet meteen gewoon op te pakken. Het enige beletsel dat je hebt is, zeg maar, dat het gewoon een onbekende wereld is waar je instapt. En dat maakt veel mensen toch angstig. Maar daarin kan misschien de ZLTO helpen? Nou ja, je ziet zeg maar in feite wel nu dat het ZLTO-initiatief, of in LTO-initiatief eigenlijk, een groot succes is. Dus dit was geloof ik de tweede ronde waar wij eigenlijk dan een beetje zijdelings deel van uitmaakten. En ze zijn nu al met de derde ronde bezig. En de vierde ronde die is, heb ik begrepen, ook al gepland. Oké. Dus ga ervoor.